Maar goed, ik heb toen ik te horen kreeg, inderdaad, dat ik de longkanker kreeg. Hoe was dat voor jou? Nou, dat, dan schiet het bij mij vol. Dat was een schok, want daar was ik niet van uitgegaan. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik zat op mijn werk toen je belde. En het landde niet. En toen je gebeld had, toen ben ik naar buiten gegaan. Ik ben even in het park gaan zitten. Om eens even na te denken van, goh, wat heb je me nou verteld? En toen heb ik je daarna teruggebeld, weet ik nog. Klopt. En ik had echt zoiets van, oké, nou gaat ze dood. Dat was hetgeen wat in mijn hoofd zat. Nou, dat was op dat moment gelukkig niet zo. Ik ben er nog steeds. Je bent er nog steeds. En ik vond dat heel erg. En ik weet nog dat we een dag of twee later hier buiten zaten in de zon. En dat het ergens wat positiever was. Ja.